President Desi Bouterse heeft samen met de Indiase president Ram Nath Kovind vandaag de eerste aanzet gegeven voor de bouw van het Swami Vivekananda Cultureel Centrum aan de Jagannath Lakshmanstraat. Deze groundbreaking ceremony geschiedde in samenwerking met het Indiaas Cultureel Centrum en de ambassade van India in Suriname. Swami Vivekananda was een Indiase monnik die de Hindoe-religie onderwees. Hij staat ook bekend om zijn filosofieën over deze religie. Ook heeft de monnik yoga geïntroduceerd in de westerse wereld. Hij werd geboren in 1863 en overleed in 1902. Voorafgaand aan de onthulling van het plakkaat door beide presidenten was er dan ook een religieuze ceremonie. Bij deze gelegenheid waren ook de regeringstoppers, vice-president Ashwin Adin en de minister van Buitenlandse Zaken, Yildiz Bigli, aanwezig.